We staan hier in Wagenborgen bij het project Waterstofwijk Wagenborgen. En we doen dit project om te laten zien dat waterstof in combinatie met een hybride warmtepomp een van de mogelijke opties is om bestaande woningen te verduurzamen. Vanuit de Nexus wisten we al dat waterstof door bestaande gasleidingen komt. En dat willen we nu ook echt gaan ervaren. Dus met deze pilot willen we gaan leren wat het allemaal inhoudt om waterstof door bestaande gasleidingen te distribueren. Ja, het is echt fantastisch mooi dat we dit nu echt aan het doen zijn. Er wordt heel veel over gesproken over waterstof en ontwikkelingen daarvan. Wij doen het nu al en we doen dat samen met alle andere partners. Dit is voor ons echt uniek. Over het algemeen zijn wij PureSec bezig met het leggen van kabels en leidingen. En dit is wel een project waar wij als basis trots op zijn. En in samenwerking met de heren van Enexis gaan we een planning samenstellen. En dan is het in de eerste twee weken de bedoeling dat er 4 dagen per week 1 woning overgezet wordt. En dat gaan we als partners gaan we dat doen. In het begin hadden we natuurlijk niet echt een idee. Dachten we, ja, waterstof, is daar überhaupt markt voor? Hoe gaat dat dan? Maar vooral door de mensen die hier kwamen ook om het daarover te hebben. Ja, zijn we echt wel voorstander geworden van waterstof als oplossing in de energietransitie. Waterstof is vrij nieuw, maar ik denk ook dat dat voor de boerderij uiteindelijk ook iets kan zijn waardoor we van de fossiele brandstoffen af kunnen. Ja, we staan hier op de invoedlocatie. Dus op dit punt worden de tube trailers binnengereden. Daar zit dus waterstof onder hoge druk erin. Op deze locatie wordt die waterstof wat naar een lagere druk gebracht. En er wordt ook nog een geurstofje aan toegevoegd. Ja, als dat allemaal gebeurd is, dan komt het in het netwerk van Enexis. En wordt het gedistribueerd naar het dorp. Ja, we hebben een nieuwe leiding moeten aanleggen naar het dorp toe. Dat hebben we een hoge drukleiding hebben we daarvoor gekozen. Zodat we daar ook specifiek ervaring mee op kunnen doen. En in het dorp zelf maken we gebruik van bestaande leidingen. Als je in Groningen woont, dat je dat heel eigenlijk wel diep van binnen voelt dat het belangrijk is om van het gas af te gaan. Omdat wij hier natuurlijk elke dag tegenkomen wat scheuren in je muur betekenen voor je veiligheidsbeeld. En dat hier huurders toch zeggen van ja, dat durf ik wel aan, dat wil ik wel, want ik vind het belangrijk om mijn bijdrage daaraan te leveren. Ja, dat vind ik echt super stoer. Dus we hebben dit gesprek gewoon gevoerd aan de keukentafel. Gewoon joh, uitleggen wat er aan de hand is. Uitleggen wat er dan gaat gebeuren in je woning. Dat we zonnepanelen doen, dat we brengen dan je woning naar een hoger energielabel. En daar hoort dan bij dat je overstapt op waterstof. Betaalbaarheid is voor huurders in ons gebied echt heel belangrijk. Nou, dan kan je 2 dingen doen als corporatie. Je kan je huur verlagen. Nou, dat is niet zo goed voor mijn verdienmodel, maar je kan wel verduurzamen zodat de energierekening laag gaat. We doen heel veel projecten rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Maar we zien dat we gewoon niet redden om alle woningen in Nederland te verduurzamen puur met elektrificatie en isolatie. En om die reden geloven we dat voor ongeveer 10 tot 20% van de Nederlandse huishoudens waterstof een component zal gaan zijn in de energietransitie. Het is uiteindelijk een collectieve uitdaging van meerdere partijen en niet altijd 1 puzzelstukje die je moet vervangen. En daardoor is die samenwerking tussen alle partijen heel belangrijk. Voor ons is het ook extra bijzonder dat een van onze dochters, Energiewacht, ook onderdeel is van dit project en verantwoordelijk is voor de vervanging van de binnenhuisinstallatie. En het is heel leuk om op deze manier met hen samen te mogen werken, om samen zo'n project van de grond te krijgen. In principe lijkt waterstof heel veel op aardgas. In principe zijn de grote lijnen hetzelfde. Dus het is meer dat je de veiligheidsaspecten en de technieken bekijkt dan dat je zegt van dat de werkzaamheden veranderd zijn voor de monteurs. Dat valt best mee. Monteurs die hebben een extra opleiding gevolgd, onder andere bij de Kiwa en bij de fabrikant van toestel, bij Intergas, om de technieken onder de knie te krijgen. Wij zijn enorm trots op de ontwikkelingen die we gedaan hebben en ook dat we in het project mee kunnen doen. Dit is inderdaad echt voorbereid op de toekomst en ja, je hebt hier een primeur. De eerste waterstofhybride ter wereld, hoe mooi is dat? Alleen als Enexis zijnde hebben we al meer dan 44.000 kilometer aan leidingen in de grond liggen. Meer dan 2 miljoen aansluitingen. Een groot deel zal daar van all electric worden of een andere optie.
Maar het is ook goed om te onderzoeken, om nu al te kijken van kan er waterstof doorheen stromen? En wat komt er allemaal voor bij kijken? En hoe moeten wij ons daarop voorbereiden als een exit zijn? Daar zijn we nu echt al mee bezig om te leren hoe kunnen we voorbereid zijn als er straks voldoende waterstof is. Nou, we hebben alles aangelegd nu, dus de invoerlocatie is klaar, de leidingen zitten erin. Momenteel stroomt er ook al waterstof door de leidingen en de eerste woningen die zijn nu aangesloten. En ja, we gaan door totdat er 33 woningen aangesloten zijn. Essent is heel trots om mee te doen aan dit project, omdat we die energietransitie hiermee kunnen versnellen en op een compleet nieuw domein weer iets nieuws kunnen leren. Ik denk dat het belangrijk is dat we samen het goede proberen te doen. Nou, dat is best mooi. Ik vind het vooral heel leuk om met andere partijen daarover te hebben en het gezamenlijke doel wat er is te realiseren. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op www.waterstofwijkwagenborg.nl.